Als wethouder sport is het mij, Adam Elza Kalai, een eer en een groot genoegen om de genomineerden bekend te maken van de jubileumeditie van Sporttoppers. Het is dit jaar namelijk de 10e keer dat de gemeente Haarlemmermeer, Sportservice Haarlemmermeer en Topsport Haarlemmermeer deze verkiezing organiseren. Het was ook deze keer weer heel erg moeilijk om uit de lange lijst van onze lokale sporters, sportteams en sportverenigingen en hun indrukwekkende prestaties een keuze te maken. Maar het is gelukt. Maar voordat ik zometeen de namen ga noemen van de genomineerden, heb ik nog een soort van dienstmededeling. En die gaat over de categorie sportteam. We hebben voor deze categorie te weinig aanmeldingen gekregen. En kunnen daarom nu ook geen keuze maken. Daarom roep ik u op om alsnog een Haarlemmermeer sportteam aan te melden. Dat de eerste plaats heeft behaald in de competitie waar het in 2014 uitkwam. Tot 1 februari is uw aanmelding meer dan welkom. Dat kan via het formulier op www.haarlemmermeer.nl/sporttoppers. En dan ga ik nu de namen noemen van de genomineerden in de andere categorieën. Ik begin met de categorie sporttalent. Genomineerd zijn Emilio Martina Perez, turnen, Kim Hansen, tennis, Merel van der Marel, atletiek, Twan van der Werf, judo en Tom Scheurs, squash. En dan nu de categorie sporttopper 18+. Genomineerd zijn Casimir Schmid, turnen, Amy Pieters, wielrennen, Donovan Wold, karate, Lisa den Braber, zwemmen en Severiano Prins, golf. Dan nu het sporttopperteam. Genomineerd zijn meersquash dames, ritmische gymnastiek tot 11 jaar, GTV de Badhoeven, ZPCH synchroonzwemmen, het hiphop team Are You Kidding van Marcella van Altena en het judo yoshi team tot 15 jaar. In de categorie sportvereniging zijn genomineerd HSC de Bataaf, atletiekvereniging Haarlemmermeer en meersquash and activity. Super trots ben ik op al dat Haarlemmermeer sporttalent. Wie de winnaars worden van Sporttoppers 2014 bepaalt u voor een groot deel. Iedereen kan stemmen op de genomineerden van 12 februari tot en met 22 februari. Dat stemmen gaat via www.hcnieuws.nl of via www.haarlemmermeer.nl/sporttoppers. En u maakt een kans op een leuke prijs. Ik reken op uw stem, maar de genomineerden zeker ook.